Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dil. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Mijn FIFA video. Dit is dus een FIFA video. De laatste FIFA video van dit jaar. En ja, ik heb nu Airup en ja, ik ben een Airup YouTuber nu geworden. En ik heb een smaak. Cherry cola. En echt lekker. Dus ja, we gaan nu deze FIFA video sowieso voortzetten. Let's go. Deze FIFA video wordt. Deze FIFA video is dus. We gaan mijn rewards openen van dit weekend. Dus nu dinsdag. We gaan misschien tussendoor ook nog wel wat packs hebben. En ja, let's go. Daarom staan mijn green screen nog achter mij. Dus ja, let's fucking go. Oké, boys and girls. We zitten dus in de FIFA. We hebben een player pick van 1 van 2 zeldzame gouden spelers. 78 plus. Maar wat gaan we eruit krijgen? Ja, Rafael Toloi. En we hebben nog een ding nodig, een preview pack, Nee, we hebben geen preview pack. Nog 3 uur en 70 minuten van een preview pack. Dus ja, wat we nu wel kunnen doen, ik ga zo dadelijk een potje FIFA opnemen voor in de game, of in de video te steken. En ik ga tegen deze team spelen, vermoedelijk op semi-prof, dus ja, let's go. Ik ga mijn team eens laten zien. Eigenlijk een team update momenteel. Dus op goal heb ik Alisson, untradable Alisson. 75 gespeelde wedstrijden en 1 assist. Dan Trent Alexander-Arnold, tradable gekocht voor 17.250 coins. Voor 102 gespeelde wedstrijden, 7 gescoorde doelpunten en 98 assists. Echt een goeie kaartje. Dan heb ik Fabinho, een tradable eerste eigenaar uit een preview pack. 179 gespeelde wedstrijden en 14 gescoorde doelpunten en 50 assists. Maar ook spijtig nog één gele kaart. Dan heb ik Virgil van Dijk. Op de eerste dag van FIFA, de eerste dag dat ik FIFA had, heb ik dus Virgil van Dijk een tradable gepakt. En sindsdien eigenlijk een vaste waarde in mijn team. Dus alle 228 potjes dat hij gespeeld heeft, heeft hij 26 goals gemaakt, 39 assists en 2 gele kaarten. Dan Robertson heb ik gekocht voor 17.500. En ook ja, 102 gespeelde wedstrijden. Evenveel als Trent Alexander-Arnold. 5 gescoorde doelpunten en 22 assists. Dan op center mid links heb ik Christian Eriksen, zijn Road to World Cup kaartje, die is precies gedaan en 56 gespeelde wedstrijden en 54 gescoorde doelpunten, waarvan ook 70 assists en echt wel een goed kaartje. Op rechtscentrum mid, Matheus Nunes, ook gepakt als eerste eigenaar en 71 gespeelde wedstrijden, 30 gescoorde doelpunten en 160 assists, echt wel een goed kaartje. Dan heb ik Riquelme, de Icon kaart, een mid Icon is dat geloof ik. 74.500 gekocht. 77 gespeelde wedstrijden en 734 doelpunten. En 113 assists. Echt wel een goed kaartje. Dan op linksbuiten heb ik out of positions Fred. 121 gespeelde wedstrijden. Hij is altijd in de basis geweest. Sinds dat ik hem gepakt heb. Uit een player pick. 217 gescoorde doelpunten en 141 assists. Dan in de spits is ook nog altijd een vaste waarde sinds ik hem gepakt heb. 104 gespeelde wedstrijden ondertussen. Tim Cahill, Fit Heroes. En 424 gespeelde wedstrijden. 24 gescoorde doelpunten, sorry. En 385 assists. En op rechtsbuiten heb ik onze grote vriend de Goat, Lionel Messi, gekocht. 67k. 29 gespeelde wedstrijden. 390 goals. En 12 assists. En van 202 in het vorige potje. En op mijn bank heb ik die World Cup speler Ter Stegen.
Moise Keane zijn daar player van Serie A SBC heb ik gedaan. Patrick Schick heb ik nog altijd. OCL weg naar knockouts. Heb ik nog altijd. Ik heb Verratti gepikt. Ik heb Rudiger nog altijd van day one. Of van de eerste weken. Kimmich heb ik onlangs ook gepikt. Ik heb Serge Gnabry zijn player van de Bundesliga kaartje voltooid. Ik heb nog Thiago Silva onlangs gepikt. En Sterling ook. Klaassen zijn World Cup confrontatie heb ik ook gedaan. Dat was tijdens Nederland-Senegal. Of ja, Nederland-Senegal was dat. De eerste match. Vulkrug player van de Bundesliga heb ik ook voltooid. En dan Corona. Grote World Cup. Jezus Corona heb ik ook gepikt. En dat gaan we nog eens in de club zien. Want daar heb ik ook nog wel wat. Dan heb ik nog Gnabry en Pato Glory. Spijtig genoeg niet upgrade omdat Duitsland uit het WK lag in de eerste ronde. Groepsfase. Dan hebben we nog Goossens en UCL weg naar knockouts. Echt een goed kaartje. Fysiek is goed, snelheid is goed, shooting mag wat beter. Zijn passing is goed, zijn dribbling is goed, zijn verdediging is goed. Echt een goed kaartje. Dan heb ik hier nog Kagawa flashback voltooid. Die snelheid is goed, die shooting is goed. Die passing is goed, die dribbling is goed. Die defending en die fysiek is niet wat het eigenlijk is, maar dat is wel decent. Dan heb ik nog Sergio Busquets. Die pace, heel slecht van het CVM, zo'n centrale verdediging middenvelder. Zijn shooting is wel oké. Zijn passing is decent. Zijn dribbling is ook decent. Zijn defending, een van de betere dat ik gezien heb van het CVM. En zijn physical, ja, maar dat wordt ook oud. En dan heb ik Gabriel Martinelli, Primo Week. Zijn space is goed, zijn shooting voor de linksmidden is wel decent. Zijn passing voor de linksmidden is redelijk safa. Zijn dribbling voor een linksmidden is heel goed. Zijn defending voor een linksmid decent. En de fysiek is ook wel decent. Dan heb ik Willy Orban. En zijn pace van de centerback is heel goed. Zijn shooting van de centerback, ja, dat is te. Dat is te verwachten. Zijn passing voor de centerback mag beter. Zijn dribbling voor een centerback is ça va. Zijn defending en zijn fysiek zijn echt goed. Dan heb ik Vulkrug. Zijn eerste player de mond. En maar die kaart die moest ik sowieso voltooid hebben. Dan Madison, zijn team of the week. Zijn pace is redelijk sava. Zijn shooting en zijn passing zijn heel goed. Zijn dribbling is goed en zijn fysiek is goed. Zijn verdediging, zijn defending is ook redelijk sava. En dan heb ik hier Kudus verhaallijn. Een heel goed kaartje. Misschien ga ik die gebruiken in een Eredivisie squad. Dan heb ik hier nog die boot van de Pleur Vermont Eredivisie. Die zijn pace is goed. Eigenlijk alles aan die kaart is wel goed. 3-ster, 4-ster. Dus dat is eigenlijk wel een goed kaartje. Voor als centrum mee te gebruiken. Dan heb ik hier nog Rabiot zijn team of the week. Ook 3-ster, 3-ster. Echt wel een goed kaartje. Maar niet dat ik die ga gebruiken in de Serie A squad. Dan heb ik hier nog een heel deel 83. Ousmane Dembele, sowieso al gepikt. Was ook in de vorige FIFA video dat ik die gepikt had. 5-ster, 5-ster. Echt een goed kaartje. Dan heb ik nog Trossard. Daar heb ik ook heel veel wedstrijden mee gespeeld. Echt een goed kaartje. 4-ster, 4-ster. En echt een goed kaartje. Zoals je ziet, ik heb er 53 wedstrijden mee gespeeld voordat ik Fred heb gepikt. En 523 goals en 31 assists. Echt een goed kaartje. En daarvoor, Trossard, speelde ik altijd met. Vind ik hem weer nog terug in de club. Hier Rashford.
58 gespeelde wedstrijden, 334 goals en 46 assists. Dat is echt ook een decent kaartje. Voor een 81 rated, 5-ster, 3-ster. Echt een goed kaartje. Echt, hoe moet dat zeggen? Echt wel een goed kaartje. En dan heb ik nog Michi Batshuayi team of de week. Ook een keer ingevallen en direct 18 goals gemaakt. Dat is ook op amateur, geloof ik. Die zijn zwakke benen is echt wel lekker. Ja. Dan heb ik hier ook een team of de week. Die zwaan heb ik nog nooit enig inputje gebruikt. Omdat ik die moest gebruiken, omdat er een speler bij mij geblesseerd werd. En die centerback heb ik nog niet gebruikt. Maar dat is ook maar 2-ster, 3-ster, dus dat is een Super League. Dus echt linken kunnen er niet mee, dus ja. En dat is eigenlijk alles wat ik heb van ongeveer special cards. Ah ja, nee, Hogan heb ik nog. En die is ook 3-ster, 3-ster van EFL Championship. Echt, ik zou die niet gebruiken. Dat is niet echt mijn stijl voor te gebruiken. Dan heb ik hier nog veel van die combo ball kaartjes, echt. Ik word er zo zot van die combo ball kaartjes en ja. Misschien ga ik deze video ook nog één potje dat ik zeker ga spelen in de potjes. En dan ja, Ali. Deze nog maar de... Oh, tot 4 januari kan ik die nog gebruiken. Tot 4 januari heb ik eigenlijk nog altijd die World Cup kaarten. Dan gaat er al een heel deel volgen op de club uit, dus ja. Maar die World Cup kaartjes zijn gewoon voor de begin. Normaal gezien kan ik nog Team Brazilië en de Tifo. En hopelijk kan ik nog tot aan niveau 27 raken, maar dat is moeilijk nog voor dan te geraken. Dan zou ik nog eens het Silver Beast moeten doen en daar heb ik echt geen goesting voor deze week te doen. Dus ja. Week 4 goud. Maar ik... Dat is allemaal voor rivals, geloof ik. Voor de Frankrijk-Spanje ga ik niet doen. Dat heb ik maar. Ik heb geen Fransmannen. Dan squad wel als 2 kan ik misschien nog wel scoren in 40 wedstrijden voltooien. 60 gaat nog moeilijk worden voor te voltooien. En ja. Dus ja. Dat is zo'n beetje dit stukje van de video. Ik weet het, ik ben het langdradig aan het houden. Omdat ik zelf zeg van, ik wil graag een video maken, een FIFA video. Dus ja, dit is zo'n beetje mijn main team. Ik heb ook nog de Silver Beast staan, selectie kiezen. Omdat ik de GA daar heb uitgehaald. De GA had ik ook, dus ja. Dus dat is een beetje mijn Silver Beast. Die heeft maar letterlijk maar twee teamgeesten, maar dan heb ik wel een 5-mans fancy. Maar mijn ADRTG nog geen FIFA punten in zoeken en ik ben ook niet van plan om dat te doen. Maar ik moet wel zien hoe kan ik die Messi eigenlijk een beetje op chemistry krijgen. En mijn team terug op volledige chemistry krijgen. Ik wil dit proberen, maar dan kom ik naar op 30 van de 33, dus ja, kan ik ook niet doen. Dan bijvoorbeeld nog een Argentijn erin zetten. Een Argentijn van de Premier League, maar dat is echt moeilijk om te proberen, dus ja. Ik ga nog een beetje mijn team proberen verder uit te bouwen. Misschien dat ik Lisandro Martinez zijn kaartje ga kopen en Robertson terug ga verkopen. Maar dat zien we tegen het weekend wel, dus ja, let's fucking go. Oké, deze komt ook nog in een FIFA video. Wij zijn nu dus aan het streamen. We gaan nog eens een 78 plus player pickje doen. Gewoon uit verveling.
Ga er gewoon, pak maar ledes maar. Amrabat ga ik niet ingeven. Misschien LVV dat ik dat heb. Ik ga Rio maar een non-rijder niet meer. Damsgaard. Spita. Sea. Mukhtar. CM. Neem ik ook niet meer. Elvia. Kessinja. Oké. Deze komt dus ook in de video. Dan gaan we de kaart samen gaan spelen. Madison, lekker. Dus ja, let's go. Morgen, zeer goede zondagmorgen. Het is dus 9:07, het is zondag. En we gaan de rewards openen van de squad battles. Hopelijk zijn we nog Elite 3. Want ik heb gisteren niet heel veel meer gespeeld. Dus hopelijk zijn we nog Elite 3. En ja, eerst gaan we eens naar het teampje zien. Want ja, ik heb 2 SBC'tjes gedaan. Voor gisteren voor Marokko-Kroatië. Of Kroatië-Marokko, waar ik het ook goed moet zeggen. En hopelijk is mijn Kroaat geüpgraded. Nog niet. Ik heb dus Agwert gedaan. En ik heb dus Orsic ook gedaan. Als SBC. Nu kan ik Orsic in de plaats van Agwert zetten. Krijg ik een 88 geloof ik. Of een 89. En nu gaan we naar de squad battles. En we zijn Elite 3. Lekker. Dus ja, hopelijk pikken we iets goeds uit de Elite 3 rewards. En ja, let's go. Ik ga eerst eventjes een slokje nemen van mijn koffietje. Welk gaan we eerst open doen? Dat zijn 2 hybrides pakketten, dus eerst het top- en het zwilspakket. En wat gaan we daaruit krijgen? En 1 spelerskeuze. Gaan we voor Busquets. 1 dubbel item. Ik heb boeien. Je gaat op de kopjes en al op de quickshell. Dan gaan we de volgende pick open doen. Zeldzaam elektronen spelerspakket. Nummer 1. En dat is sowieso al een orde. En dat is Grealish. Nummer 2, World Cup spelers, Mitrovic. En wie is de volgende? Dat wordt Jimenez. Van Uruguay. En dat zijn dus een beetje meneer Herzog. Ja, wauw. Je hebt ook een andere manier. En het is allemaal naar geen spelerspakket. Nummer 2. Ook geen walkout. Willem Poorten. En ook weer 2 player picks. Saudi-Arabië of Milenkovic. Milenkovic overrated. Ik hoop niet aan de veel. Kim Palm. 2 dubbele items. Die kunnen wel waard zijn. We hebben nog een preview pack ook. Jazeker. We hebben een preview pack. Daar krijgen we een Franse spits. Marcel. Zeker.
cat waard. Hoeveel is die cat waard? En Marcel is een dubbele, dus ja. Hoeveel is die cat waard? Niks waard. Maar 700 of 850, zo ongeveer. Misschien wat voor nieuwe SBC's dat er zijn uitgekomen. Misschien dat we eentje gaan completen. Die Korea of Opa Meccano gaan we niet doen. Gutsen gaan we ook niet voltooien. Cristiano Ronaldo, Sui. Nee, die zou we eigenlijk kunnen voltooien. RVP had ik wel graag gehad. Maar dat is nog 7 dagen. Of Schweini had ik ook wel graag gehad. Maar ja. Dus ja, let's go. Ik ga naar de outro, dus ja, let's go. En hier zitten we dan dus bij de outro. Dus ja, de week is zo snel voorbij gegaan. Mijn haar ligt niet goed, maar ja. De week is zo snel voorbij gegaan. We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt deze week. En deze week was dus heel snel gegaan. En ja, we hebben ook weer packs kunnen openen. En mijn team is bezien. Dus ja, ik heb wel een decent team voor deze tijd van het jaar. Dus ja, een van betere teams op deze momenten van het jaar. Dus ja, leuk. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik ga deze video niet te lang maken, want ik moet die nog editen vandaag. Dus ja, die komt dinsdag 20. 12 online. Ja, let's go. Ik moet hier nog editen voor 2012. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze gloedje nieuwe FIFA video. En ja, wat hebben we allemaal gepakt? Ik weet het zelf al niet meer. Het was echt zo'n goede video. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nalte Dylan. En ja, hopelijk zie ik jullie guys in de volgende FIFA video maar weer. Tot dan, ben ik je boy Nalte Dylan. Bye bye!